Het thema van deze speech is eigenlijk dat we heel sterk collectief verbonden zijn, maar dat we in een soort vergissing zitten van stand-alone denken. En we denken heel erg ik ben ik, en dat is in Nederland het ergste. Vanwaar ook in Europa, wij werken in heel Europa. Nederland is een unieke plek, die is omdat alle religies bijna zijn geëlimineerd. En ten tweede, alle zuiden zijn weg. We hebben een premier gehad die niet wilde moraliseren, die is inmiddels gereden gegaan. Dat is vrij uniek in Europa. Dus er is ook zoveel gaat er hier mis, maar dat geeft ook zoveel potentie voor innovatie. Dus nergens komen de problemen zo sterk eerst naar voren als in Nederland. En iedereen probeert daar heel veel over na te denken. En mijn motto vandaag is dat we eigenlijk totaal verkeerd denken. Dus dat is een pijnlijke boodschap vandaag. U denkt, ik zie allemaal hele slimme mensen, maar ik moet u teleurstellen, dat meestal denkt u niet. En dat is ook heel begrijpelijk, dat ga ik ook uitleggen waarom u meestal niet denkt. En ik ga u ook uitleggen waarom u denkt dat u wel denkt. Dat is heel ingewikkeld. Maar als ik eenmaal door heeft, dan denkt u, wauw, ik kan morgen opnieuw beginnen. Dus gisteren zei de penningmeester, ik ben veel te oud om opnieuw te beginnen. Ik zeg, luister. Dit kan betekenen dat je gewoon 20 jaar verjongt. Als je dit, wat ik, je apenveel gaat doen. En geloof het niet, maar de neurowetenschap geeft me ook gelijk. Dat zal ik ook op daar verwijzen. Dus denk niet dat je een vast iets bent met een hersen, met een soort, wat hadden we altijd, zo'n hartje of zo'n nootje in het midden van je hersen. Hersennoot, dat is dan vast. Dat is niet zo. Je bestaat eigenlijk uit een zwembad vol met biljoenen neuronen die de hele tijd zoeken naar met wie kan ik verbinden. En als je dus de hele tijd dezelfde cycli blijft doen, ja, dan blijf je die andere neuronen blijven maar heel zielig zoeken met wie kan ik me verbinden. Ja, dus er zit heel veel potentie in ons zwembad waar wat we zijn, maar we zijn geen hersenen met een vaste structuur. Dus dat ga ik vandaag uitleggen. De tijd, ik heb hier een tijdklok van Miguel, dus dat weet ik dan, maar dat kan de voorzitter kan ook altijd ontweten van nou is het genoeg. Want ik kan uren doorpraten, dus ik heb ook altijd een training gegeven met studenten, zeg ik, jullie moeten zeggen als er pauze is, want ik kan gewoon 3 uur doorgaan, dan liggen ze half verpampen, ze liggen ze al bijna vermogen, maar alsjeblieft plaspauze doen. Dus, maar ik ga gewoon door, maar hoe komt dat? Nou, omdat ik fysica en filosofie heb gestudeerd en altijd uit één een motief, dat is weten wat eronder ligt. Ze vertellen je wel allemaal dingen, maar klopt dat nou? En de natuurkunde en de filosofie hebben dat gemeen. Ik weet niet of hier natuurkundigen in de zaal zitten. Zitten hier natuurkundigen in de zaal? Nou, dat is jammer, maar filosofen zitten hier in de zaal. Ah, kijk, die hebben we wel, dat is natuurlijk al. Hè. Beide willen gewoon doorgaan waar anderen op. Dat weet ik. De meeste van u, en dat is niet beledigend bedoeld, u kunt daar niks aan doen, die denkt Newtoniaans. Die is al lang dood, ook, maar ook is de hele theorie, dat doen we gewoon niet meer. We proberen eigenlijk kwantummechanisch te doen. Nou is dat heel moeilijk voor mensen, dus wat doen ze? Ze doen net alsof ze Newtoniaans blijven. Maar de wereld morgen is kwantummechanisch. Er komt een computer in uw huis binnen een paar jaar, die is kwantummechanisch, die is zo snel dat u gewoon het opgeeft. Zegt, ik ga gewoon lekker naar al die domme tv-programma's kijken. De computer is zo snel, die weet eerder wat ik ga denken. Die weet eerder wat ik ga zeggen, wat ik morgen wil. Dat is allemaal vreselijk. Met Facebook gebeurt het al, maar ik geloof niet dat iedereen hier op Facebook zit. Hoop het althans niet. Oh, toch wel. Nou, goed, daar gaan we het ook nog over hebben. Die verslaving moet je ook stoppen. Wil je vrij zijn als vrij metselaar? Maar goed. De fysica filosofie zoekt de ware toedracht. Die heb ik altijd proberen te ontwikkelen in onderwijs. We begonnen met, toen ik 19 was, moest ik op een MAVO in Utrecht lesgeven, omdat die leraar... Die was overspannen en de directeur zei, joh, het maakt niet uit studenten als er maar iemand is. Maar we wisten helemaal niet wat lesgeven was, dus we stonden daar de regelrecht uit de studentendiscotheek voor ons wiskunde te geven. En er werd gigantische paren. Maar omdat we het met die kinderen bedachten, gingen ze wel leren. En die directeur zei, joh, ze leren meer dan met die strenge leraar die overspannen is. Dat is eigenlijk het motto geweest van mijn hele carrière tot nu toe. Je kan leren is een gebeurtenis op dat moment. Dus je moet als leraar niet gaan voorbereiden. Dus ik heb dit deels voorbereid, maar deels krijg ik allemaal impulsen nu van jullie, vanuit jullie neuronen, dat ik weer ideeën krijg waar ik op kan reageren. Ja, dus dat is allemaal heel interessant. Maar in onderwijs heb ik toen gezien, je moet nooit vaste lessen zomaar doorgeven, want niemand wil verteerd voedsel eten. Waar of niet? Dus wat je met die kinderen moet doen, is zorgen dat er iets gebeurt op dat moment. Nou,
filosofie is toen gekomen. Filosofie heb ik geïntroduceerd in Nederland. Dat is mijn grote bijdrage aan deze samenleving. Want iedereen zei in Nederland, dat gaat je niet lukken. Wat heb ik er aan filosofie? En dan kan je geen geld meer verdienen. Het tegendeel blijkt het geval. Want alle grote gurus, Silicon Valley, nu zeggen, wat kinderen moeten doen is filosoferen. Leren filosoferen. Dat is het enige wat je nu echt zeker helpt. Met Tineke Turbo Netelbos, die hebben toen de wet door het Kamer gekregen. Filosofie zit in de wet op het onderwijs in Nederland. Dus kinderen, er zijn nu 10.000 adolescenten die per jaar filosoferen, 300 uur per jaar. Dus het is gewoon geweldig dat dat gebeurt. Inmiddels ben ik naar Spanje verhuisd, omdat ik natuurlijk heel veel vijanden kreeg door al die filosofie-acties. Dus zit ik nu veilig in een dorp. En dat dorp, dat is heel veilig. Dat is tussen allemaal wijn, boeren, olijven en iedereen filosofeert de hele dag door bij wijn. Dus inmiddels heb ik die methode ontwikkeld voor bedrijven en alles. Bedrijven zijn geweldige instituten die totaal niet meer weten hoe het moet. Want de mensen onderling vechten, de afdelingen vechten. Buiten zeggen ze, je moet innoveren, je moet disruptief innoveren en niemand weet hoe het moet. En dan huren ze weer een consultant in die weer met nieuwe schema's komt, die weer niet kloppen. Een scrum, mindfulness en al die dingen. En iedereen zegt, oh my god, wat moeten we doen? Mag ik met pensioen? Nou, dat mag ook voor sommige mensen. Maar we moeten wel realiseren dat binnen 2-3 jaar wordt dit nog erger. Velen van u heeft het boek gelezen van Harari, Homo Deus. Hij heeft een nieuw boek geschreven, The 21st Century Skills, en dan zie je dat het nog erger wordt. De versnelling gaat versnellen. Dus wat dan? My god, daar kan je gewoon niet op voorbereiden. Geef het gewoon op. Jullie zitten allemaal waarschijnlijk met mooie tuinen hier in de buurt van Rijst. Ga daar gewoon lekker in zitten. Dat is beter dan dat je je zorgen maakt. Wat moeten we doen? Maar die kinderen en die jongeren willen dat wel. Wat moeten we doen? Hij geeft als advies, en dat is wat we vandaag ook gaan bespreken. Ken uzelf. Dat is het enige wat je kan doen op dit moment. Maar dat kennen u zelf, dames en heren, is wat moeilijker dan wat u gewoonlijk denkt dat het was. En ik geef een aantal aanwijzingen daarvoor waarom dat zo moeilijk is. Wat wij, het is eigenlijk, als ik het maar heel brutaal weergeef, we zijn eigenlijk allemaal marionetten, poppen, en dan zeggen we, ik handel uit mezelf. Dus je ziet ervoor, die marionettenpoppen. En die worden bewogen door een speler en de pop gaat dan zeggen, ik handel uit mezelf. In moderne metafoor, we zijn avatars, dat kennen de jongeren, en we denken dat we actoren zijn. Behoorlijk zielig. Dit is behoorlijk zielig. En we zijn avatars en denken, dus wat moet je doen? Ten eerste moet je beseffen dat je een avatar bent. Dat is stap 1. Maar de meeste mensen blijven in een eentje in een flat zitten bij de centrale verwarming. Die komen nooit iemand tegen, dus weten niet dat ze een avatar zijn. Die blijven opgesloten in een ego denken. Oh, ik ben heerlijk in mezelf en maximaal vrij. Nou, ik geef je als eerste is het zo dat vrij in je appartement alleen is geen vrijheid. Dat is eigenlijk een soort gevangenis waarvan je denkt dat het vrijheid is. Dat is heel tragisch. Toch geloven veel mensen dat. Maar eenzaam in Amsterdam, gisteren nog even een ex-leerling gesproken en zegt, eenzaam in Amsterdam, het is nu een epidemie aan het worden. Heel cool eenzaam zijn in Amsterdam. Maar goed, dus daar moeten we wat mee doen. In al ons denken en discussie hebben mensen het altijd over evolutie versus design. Dat kent u, die tegenoverstelling. Als je nog in design gelooft, dan ben je religieus of je bent achterlijk. En als je modern bent, ben je evolutionair. Ik stel nu een nieuw voorstel. We moeten gewoon in design geloven. Alleen het design is niet door God gemaakt, door onszelf. Dus we kunnen zelf ons opnieuw ontwerpen. Alleen moeten we dan wel goed nadenken. En hier komt de uitdaging. Nu zitten we als avatar, in een narratief waar een aantal punten heel helder zijn. Iedereen hier gelooft bijvoorbeeld in het cogito ergo sum. Als ik aan u vraag, wat zou u normaal zeggen? Ik heb een lichaam. Of zou u normaal zeggen, ik ben een lichaam? Wie zegt normaal, ik heb een lichaam? Graag de rode kaartjes omhoog. Wie zegt normaal, ik heb een lichaam? Rood. Wie zegt normaal, dat is de meerderheid, ja. Wie zegt normaal, ik ben een lichaam?
dan zijn er een, dat mag je ook verwachten in deze groep verlichte mensen. Er zijn een aantal mensen die leven al in de nieuwe renaissance. Ja. U kunt, als u zegt, ik heb een lichaam, sorry to say, dan zit hij in de 16e Cartesiaanse obsessie. Dus daar kunt u al mee ophouden. Dat is het eerste winstpunt van vandaag. U kunt stoppen met te denken dat u een lichaam heeft. Want het is ook heel raar, want die geest, hoe kan die geest dat lichaam pakken? Want die geest is een spook, dus die gaat zo door die ijskraan heen, wat dat lichaam is. Dus dat werkt allemaal niet. Concept of Ryle, Ryle heeft dat concept of mind aangevallen. U heeft geen lichaam. U bent een lichaam. En daar komt het tweede, het lichaam is intelligenter dan u denkt dat het lichaam is. Dus ik kan eigenlijk de ratio uitsluiten en wil dat aan het lichaam vragen, wat vind je dat ik moet doen? Moet ik nu naar links? Moet ik dat kopen? Ga dat maar eens proberen. Het lichaam heeft een waanzinnige intelligence en de kunstenaar, de kunst, weet dat. Daarom is de kunstenaar altijd getolereerd, omdat ze iets wisten waar we eigenlijk bang voor waren. Dat de hand, de craftsman, heeft eigenlijk misschien wel een hele grote intelligentie. Maar wat wij hebben gedaan, is de universiteit als allerhoogste te zien. Het abstracte denken heeft een grotere waarde dan het concrete maken. Dat is onze cultuur. En er is één filosoof die dat al 100 jaar, hij is al inmiddels overleden, maar die 100 jaar geleden dat aanviel, en dat is John Dewey. En de meeste mensen kennen hem niet. Maar John Dewey zegt, jullie zitten met z'n allen in een hele rare constructie waarbij je het abstracte hoger vindt dan het concrete. Daar ga ik zo op terug, maar ik noem dat fatal abstraction. En waarom het fatal abstraction? Omdat het ook zo aantrekkelijk is. Het is zo makkelijk om lekker in de abstractie te zitten. En dat is heel verleidelijk en het verbindt je met je dopamine systeem. Nou, die film, je komt er niet van los van die fatal abstraction. Dus als je nu een abstract idee heeft tegen mij, dan krijgt hij weer lekker dopamine en kan daar lekker weer in blijven. Fatal abstraction is heel heftig. Tweede punt wat allemaal in ons zit. Wie kent de naam Thomas Hobbes? Ja, die kennen hem. Nou, dat zit vooral in ons narrative. Want Thomas Hobbes zegt natuurlijk gewoon onder die hoekjes. Daarom zeggen alle jongeren, als je me vraagt, is de mens egoïstisch? Zeggen ze 100% ja. Iedereen denkt dat hij spullen moet bezitten, anders kan hij geen geluk krijgen. Dat heeft Hobbes ons verteld. En iedereen denkt dat hij macht moet hebben. Dus de voorzitter van deze club denkt ik moet veel macht hebben om iedereen te leiden. Nou, misschien, dat is meestal wat de president van Amerika denkt, zeker zo. Deze voorzitter is vast heel dialogisch. Maar president Trump is natuurlijk een compleet letterlijk voorbeeld van het Hobbesiaanse narratief. Als wij dat narratief ingins installeren 300 jaar geleden, dan stoppen we dat in al onze structuren. In het onderwijs, de leraar zegt hou je mond. Iedereen hier heeft ervaring gehad met leraren die eigenlijk je in de kiem al hebben gemarteld, zeggen sommigen, hoor ik, gestraft. Er zijn mensen die zijn, we doen ook in die mooie villa, sommige leiders doen ook persoonlijke programma's. Want we kunnen niet iedereen doen, dus we proberen de leider te helpen. En wat zo opvalt is dat een heleboel leiders nog steeds 60ste, 80ste, 50ste, nog steeds het gevecht met die leraar voeren. Maar het gevecht was zo pijnlijk, dat heb je gewoon verstopt. Dus je zegt van, oh, ik doe aardig tegen iedereen. Maar eigenlijk ben je doodsbang dat iemand je weer straft als die leraar dat deed. Of het ergste wat ik heb gehoord van een leraar in Amsterdam-Noord die tegen een meisje zei, je bent een lantaarnpaal zonder licht, Josephine. En Josephine heeft dat zo naar binnen gehaald, dat durft ze aan niemand te vertellen. Want stel je voor dat ze erachter komen. En ze heeft die pijn weggedronken. Ze wist niet meer dat het ooit was gezegd. En ze koos dus altijd de makkelijkste studies. En pas op haar 26e bij een doctoraal durft ze dat aan haar moeder te vertellen. Nou, dit zijn voorbeelden waar wij in ons leven mee zitten. Dat zijn allemaal vooronderstellingen, noemen we dat, die in je zitten. Dus als je oud bent, het leuke als je even goed tijd hebt, ga je op zoek gaan naar wat zijn eigenlijk mijn vooronderstellingen. En die ga je dan gewoon zeggen, die wil ik niet meer. Maar dat gaat niet zomaar, want je bent eraan geslaagd. Het zit aan je dopamine. Dopamine zit in ons reptiele deel van de hersenen. Dus onder het, zo hier waar de hersenen binnenkomt. En daar zijn wij een soort dier, want niemand hoeft te besluiten elke dag, ik ga ontbijten. Dat gaat vanzelf, dat eten, dat wil je gewoon. Dat is allemaal dat dierlijke in ons.
Maar er zitten ook vaak die heel pijnlijke vooronderstellingen, zitten daar vast. Sommige mensen hebben, dat zijn er niet weinig, in, met name boven de rivieren. Ik ben gelukkig katholiek opgevoed, maar als je de zwaar gereformeerd bent opgevoed, heb je een aantal vooronderstellingen die er heel diep in gaan. Dus ik heb één klant gehad die ontdekte dat ze de hele dag eigenlijk de vooronderstelling beleefde: ik ben schuldig en jij bent ook zondig. Nou, die kan je voorstellen. Maar als je die op een gegeven moment bewust wordt, dan kan je kan dat besluit nemen: dat ga ik gewoon niet meer doen. Maar hoe komt het nou dat wij zo'n fout narrative hebben? Nou, omdat we natuurlijk denkers hebben die in de tijd van de Newton dit of dat bedachten. Of dat Hobbes toen won van Rousseau. Als Rousseau had gewonnen, hadden we nu al deze problemen hadden we echt niet gehad. Maar we hebben dus Newton had eigenlijk een groter impact op ons. En Hobbes wilde graag Newton nadoen. Dus zitten we in het Hobbes-Newtoniaanse narrative. Nog steeds in deze 21ste eeuw. Dus dit is. Word je bewust van je narrative. Een tweede belangrijke, heel belangrijke factor die ons zo heeft gereduceerd is het logisch positivisme. Als ik dat woord gebruik, zegt iemand dat dan, logisch positivisme? Wat is dat? Kan iemand dat in één zin zeggen? Optimisme? Nee. Precies niet. Oké, dus heel goed dat u dat zegt, want dat denk je bij dat woord logisch op het positivisme. Het betekent eigenlijk dat we alleen geloven dat wat we kunnen waarnemen. Dat zit zo diep in onze cultuur. Het is begonnen in Denen, in Lina Kruis. Alleen dat wat we waarnemen is waar. En alleen dat wat we waarnemen, dat doen we via de natuurwetenschap. Nou, het is een heel ingewikkeld proces. Het is door filosofen allang afgeserveerd. Maar het interessante is dat de maatschappij nog steeds dit als centrale thema. Als ik het niet kan waarnemen, is het er niet. Ik werk voor de minister van Onderwijs in Nederland als jury voor excellente scholen. En we zien dan dat een heleboel van die inspecties, die zeggen alleen maar, wat kan ik meten met die leerling? Dat wil ik alleen weten. Dat die leerling gelukkig is in die groep, dat kunnen we niet meten. Dat is niet relevant. Hier zien we een van de grootste oorzaken van ons ongeluk. De psychologie heeft het woord ziel uit haar vocabulaire geschrapt. Als je dat zei als psycholoog, dan werd je echt wel belachelijk. Maar van waar heb jij het over? Dat is toch niks? De psychoanalyse is 30 jaar taboe verklaard, omdat die in de ziel werkt. Gelukkig, dames en heren, zijn we weer terug. Mag de psychoanalyse heren. Gelukkig is dankzij de neurowetenschap kunnen we zien dat dat wel degelijk zin heeft, het onderzoeken van de ziel. Dus vandaag zou ik eigenlijk pleidooi willen houden om het woord ziel weer terug te halen. Waarom? Omdat we, als we dat terughalen, weer ruimte geven aan dat wat niet zichtbaar is. Dat wat niet zichtbaar is, is in u. Maar de meeste mensen zeggen, ja, maar wat in mij is, dat is puur persoonlijk, dat is subjectief. Ja, u kent dat. Als jij iets zegt, dan zegt iemand, ja, dat vind jij. Ken ik die zin? Ja, die kent. Dat is een hele rare zin. Want ja, dat vind ik, dat ik zeg dat, daarom zeg ik dat. Waarom zeg je nou, dat vind jij? Dat bedoelt iemand te zeggen, het interesseert me niet dat jij dat vindt. Hou het in je eigen hoofd. Ik doe dit in mijn hoofd. Dit is dus een tragische, atomaire, antimorele cultuur, wordt dat dan. En dat is eigenlijk, het motto is dan onverschilligheid. En degene die daarmee is begonnen, maar goed, van de doden niet zo goed, maar dit wordt heel weinig, is Wim Kok, die heeft altijd gezegd, ik wil niet moraliseren. En ik zeg, joh, je wordt betaald om te moraliseren. En als je dat niet doet, moet je gewoon dat inleveren. Hoeft niet waar. Dus in Nederland hebben we een hele mooie uitdaging, we kunnen een nieuwe moraal bedenken, maar niet van de katholieken, niet, want die zijn allemaal machteloos geworden, niet van de islamieten, dat zijn allemaal verhalen die we niet nodig hebben. We kunnen vrijdenkers kunnen gewoon moraal bedenken met de mensen zelf. En wat is een moraal? Moraal is hoe kom ik tot goed leven met z'n allen? Hoe kan ik kinderen opvoeden? Een kind in de grote stad in Nederland is niet moeilijk op te voeden, want als je in die wijk geldt die normen, dan ga je in die wijk die normen en met dat gezin dat. En ook binnen wat men dan noemt autochtone Nederlanders zijn zulke grote verschillen. Dat waagt het niet om een kind van de buren te corrigeren. Dan krijg je behoorlijk veel problemen. Nou, het mooie van een cultuur die wel een moraal heeft, in mijn dorp, als je daar een kind
corrigeert het om de ouder je bedanken. Dank dat je dat gedaan. Maar hoe komt dit dat dit nou zo fout gaat? Dit komt, dames en heren, omdat we niet kunnen denken. Dat had ik beloofd dat ik dat nog zou uitleggen. We kunnen niet denken omdat ons systeem is. We hebben niet een ratio onafhankelijk van het lichaam, wat u dacht, want u zei: ik heb een lichaam. Daar, dan veronderstelt u dat dat lichaam ergens daar beneden zit en daarboven is een command control. Een vrij zwevend bewustzijn. Het is precies zo niet. Uw lichaam is gekoppeld aan uw verstand, de neuronen zitten gekoppeld aan de dopamine, aan uw reptiele brein. En daar worden uw gedachten geproduceerd. En het woord gedachte is heel interessant, in het Engels thought. Gedachte is verleden tijd van denken. Dus wat u normaal denkt dat u denkt, zijn allemaal herhalingen wat u ooit heeft gedacht. U kent wel bij mensen, misschien uw partner, ik wil niet in privézaken gaan, maar u kent wel, oh, daar heb je hem weer. Kent u dat? Of die gaat nu dat zeggen. Of hele slimme mensen in hele slimme vergaderingen gaan dan hele moeilijke woorden gebruiken, maar de rest weet wel, ja, dat zegt hij altijd. Kent u dat? Dit is tragisch, want al die vergaderingen, het zijn allemaal herhalingen van mensen die de hele tijd hun verslaving herhalen. Niet luisteren, want je kan niet luisteren, want je zit verslaafd aan dit. Aan je eigen gedachten. Iedereen is een egoïst. He, dus als iemand iets anders zegt, zeg ja, hij zei ook iedereen is een egoïst, want. En dan draai je dat gewoon om. Want we kunnen niet luisteren, ook nog eens. Dus het is een tragisch, maar het is heerlijk. Want die gedachten geven elke keer weer een dopamine. Dus als jij denkt, oh, dan heb je weer zo'n mof in de auto, je ziet zo'n Duits kenteken, dat hebben oudere mensen nog soms. Dan zie je zo'n Duits kenteken, dan denk je, wat is weer zo'n moffe auto? Dan komt er weer dopamine. Maar dat heb je ook als je hele ingewikkelde dacht. Nee, we moeten altijd aan de structuren denken. Oh, weer een dopamine. Dus hoe kom je daar vanaf? Bijna niet. Het wordt nog gekker. Wij mensen hebben hele pijnlijke gedachten die destructief zijn voor onszelf. Bijvoorbeeld door die leraar die zegt, je bent een lantaarnpaal zonder licht. Die gedachte, het neurosysteem, maakt geen onderscheid tussen wat is een goede en een slechte gedachte. Die zegt gewoon, dat neurocircuit is gesloten, kindje heeft heel veel pijn. Dat is ook een dopamine release, dus die gedachte is ook verslavend. Alleen doet hij zoveel pijn dat hij het verbergt. Dus het kind zegt, oh, ik hou niet van leren, ik hou van springen. Dus die vertaalt iets in een heel ander domein. Maar het blijft verslavend. De gedachte dat de idee dat destructieve gedachten voor ons verslavend zijn, is natuurlijk een waanzinnig inzicht. David Bohm heeft dat ontdekt. David Bohm, dat raad ik iedereen aan die vrije wil denken. Dus het boek dat heet Dialogue, maar het is vertaald in het Nederlands, het heet Over de Dialoog. Ik mocht daar een inleiding over schrijven. Dat was gewoon een eer, want die man is zo, die heeft zoveel inzicht. Toevallig is hij ook natuurkundige filosoof, maar dat is een toevalligheid. Maar die man heeft zoveel inzichten in, jongens, we mogen niet doorgaan met dit denken. Mensen gaan dus bijvoorbeeld denktanks oprichten om problemen op te lossen. En dan zeggen ze, oh kijk wat erg. David Bohm zegt, dat wat je ziet is geproduceerd door jouw denken. En je blijft dat ook zien. Dus je blijft ook zeggen, die Duitser is agressief. Dat zie je. Of die zigeuner die stil. Of die vluchteling is enzovoort enzovoort. We blijven dat zien, omdat we kijken met onze screen of thoughts. Met onze verslaafde gedachten. En daar kunnen we dus eigenlijk niet vanaf komen, omdat het zo lekker is. Zelfs als het pijn doet. Ja, dus dan snapt u de persoon die steeds een nieuwe partner neemt, maar elke keer is hetzelfde drama. Het is gewoon een verslavend ritueel. En in feite is de diep dopamine, zijn wij eigenlijk dus alle massief in een dopamine verhaal terechtgekomen. Als u dat wil lezen, moet u Hacking the American Mind Robert Lustig, die heeft het ontdekt sinds 1978 in Nixon. Is de Amerikaanse samenleving en daarna onze samenleving totaal aan de suikerverslaving geraakt. En de suikerverslaving wil zeggen dat je dopamine zit, die versterkt. En eerst heb je de suikerverslaving, maar daarna ga je, en dat heeft vooral te maken met de lean-industrie, je mocht geen vet eten,
Die industrie is gewoon een biljoenenindustrie geworden. En het blijkt als u geen vet eet, wordt u heel erg dik, want u eet namelijk allemaal suiker. En, maar dat is heel handig, want toen had ze dat nodig, omdat ze al die mais kwijt moesten tijdens Nixon in 1978. Die suikerverslaving die gaat dan door in seksverslaving, in drugsverslaving of in Facebookverslaving. Al die verslavingen, dat is eigenlijk waar mensen nu mee bezig zijn. Ook als ze de hele tijd kletsen, kletsen, dat, en het gaat nergens om, dat hoor je in de trein, dan moet je maar eens een dag in de trein gaan zitten, dan hoor je eigenlijk heel veel gekletst, maar je hoort geen gepraat. Het is alleen maar verslaafde uitingen van interactie. Deze dopaminecultuur werd vroeger door religies bestreden. Dat is heel grappig, want dan moest je hier zitten, dan moest je luisteren naar zo iemand als ik, dat heette dan een pastoor. En dan kwam je toch wel soms, ik als kind heb daar erg laag gehad, want ik vond het altijd wel leuk, want soms had je hele slimme kapelaans. En die had hele goede ideeën en die zat de hele zaal dan uit te schelden. En dan dacht ik, nou dat is gaaf. Dus, en dan, maar dan kom je even in een reflectiedeel van je hersenen, dat noemen we de neocortex. En de neocortex, dames en heren, is er gewoon toevallig bijgekomen, dankzij de evolutie, dankzij vooral, niet vergeten, het fijn motorisch handwerk. Wist u dat uw hersenen heeft, het enige doel van uw hersenen is het aansturen van spieren. Dus wilt u weer jong blijven, dan zeg ik, beweeg, doe veel spieroefeningen, maar vooral de fijn motoriek van de handen, die ontstaan omdat we op twee benen gingen lopen, heeft ontstaan door de neocortex zoals gegroeid. Mensen die ook een hand, fijnmazig handwerk doen, zoals we nu gezien, hebben een grotere hersenstructuur, een grotere aantal bindingen. Dus dit is natuurlijk heel belangrijk. Maar dat we ondertussen de hele tijd zitten in die abstractie. Nou, hoe komen we daaruit? Het is nog erger, want mijn heleboel mensen zeggen, ja, maar ik voel dit of dat. Kent u dat? In verband, dan heb je een discussie en dan zegt iemand ineens, ja, maar ik voel dat. En dan komt het in waarheid. Hetzelfde voor gedachten geldt voor gevoeldes. Meestal als u iets voelt, is dat helemaal niet wat u voelt op dat moment. Maar is het een herhaling wat u ooit heeft gevoeld bij situaties als ik. Dus ook dat is verslaving. Dus nu begrijpt u ook waarom je elke keer bij dezelfde mensen hetzelfde voelt. Of waarom je bij bepaalde types die reactie hebt. We hebben dus geen, we denken niet en we voelen niet meestal. We hebben gedachten en gevoeldes, maar dat is al zo lekker. Hoe komen we daaruit? Want dat had ik ook beloofd. Daar heb ik nog een kwartier voor, dat is wel heel belangrijk. We moeten die fatal abstraction erkennen eerst. Dat kan u doen door uzelf te observeren. Dat heet proprioception. Dus dit zijn al die zin, dat kan ik de website zien, dat ga ik allemaal niet uitleggen, want dan zeg ik wel, dat komt kom er weg. Maar dit is een beetje het proces. Je gaat door het oude narrative en je eindigt met iets nieuws. En dat doen we voor bedrijven, personen, scholen, maar ook voor kindertjes van 5. Dus tot en met CEO's van 80. Maakt dan niet uit, want die CEO van 80 zit ook in zijn kinderprobleem. Dus wat we dus doen, is die fatal abstraction herkennen. Hoe kan u dat zelf doen? Als u proprioception, dat is een heel mooi woord, dat betekent jezelf waarnemen. We nemen onszelf waar, 's ochtends, maar we nemen eigenlijk alleen het lichaam waar. U kijkt in de spiegel, u heeft een grote spiegel meestal, en hoe zie ik eruit? Nou, eigenlijk moet je elke dag ook je denken waarnemen. Hoe ziet dat eruit? Wat doe ik? En dat kan je doen door als je man of je vrouw of je kind reageert of je zegt iets, en jij wil weer denken, oh daar heb je hem weer, of oh wat een sukkel, of oh whatever voor gedachten. Dan kan je bij jezelf afvragen, en nou komt het, het is helemaal gratis, dan kan je de vraag bij jezelf denken, wil ik dit denken? Wil ik dit denken? Dat als je dat regelmatig doet, op een gegeven moment dan kan je die ander zeggen, wauw, al die onzin hoef ik niet meer te doen. Van luister nou eens wat die ander zegt. Dat is de tweede methode. Je vraagt iets aan je partner, en je gaat dan vervolgens alleen maar herhalen wat die partner zegt. Zeg je dit? Dan zegt die partner, nee, dat zei ik niet. Kan je het nog een keer zeggen? Ja. Zeg je dit? Ja. Oké, kan je dat toelichten? Dan gaat die persoon weer wat zeggen. Dan ga je dat weer herhalen.
Zei dit? Nee, dat zei ik niet. Kan je het opnieuw zeggen? Ja. Kortom, dit kan een uur duren, soms kan het 3 uur duren. En op een gegeven moment heb je een nieuwe relatie. Dit zijn manieren om uit je denkverslaving te komen. Wil ik dit denken? Wil ik dit voelen? Dus je voelt agressie tegenover iemand. Wil ik dit voelen? Je gaat eigenlijk door deze vraag naar de zolder. Je gaat naar het next level. En in de next level krijgen we wat we kunnen met onze neocortex. Dat is echt denken. Dat zijn eigenlijk de creatieve processen. Creatief betekent maken, scheppen. En alles wat we doen met ons abstracte denken, fatal abstraction, is niet creatief. Dus dat kan ik vergeten. Bovendien, als we dat niet stoppen, dan zullen die robots dat sowieso overnemen, want die kunnen dat sowieso beter. Ja? Dus mijn aansporing is ook om te zeggen, joh, laat die robots dat lekker doen, wij gaan iets heel anders doen. Wij gaan neocortex denken. En dat is dus helemaal los van je verslaving er komen. En hoe kan je dat doen? Nou, ik heb 3 methoden gedaan. Dan verder is het een heel zware gedisciplineerde methode van de Socratische dialoog. Die wij toepassen waarbij mensen, daar trainen we mensen ook in, waarbij mensen dwingen om te luisteren naar een ander. Dus we zitten hier met 6 mensen bijvoorbeeld, of 10, de board, en zeggen, oké, wat is onze vraag? Begin altijd met een vraag. De mensen willen altijd problemen oplossen. Dat moet je niet doen, want als je problemen oplost, ga je door met het vraagstuk. Je moet eigenlijk zeggen, dit is het probleem, dus we moeten kennelijk anders denken. Je moet problemen niet oplossen. Er ontstaat door dat denken dit probleem, dus moeten we anders gaan denken. Hoe kunnen we anders denken? Nou, kom je als een groep, en dat kan van alles zijn. Het kan een schoenfabrikant zijn. Wat maken wij eigenlijk? Dat wordt de vraag. Dan gaan die mensen in die groep zitten. En dan worden mensen gedwongen om te luisteren. Hoe? Nou, Jan zegt niet. Dan zeg ik tegen Piet, wat zei Jan? Ja, dat weet ik wel, zegt Jan. Oké, zeg dan wat hij zei. Ja, dat weet ik niet. Dat bedoel ik niet, maar ik heb echt geluisterd. Ik zeg, ja, dat merk ik. Dat zijn hele simpele dingen. Dus dan krijgen die mensen flinke klappen. Ik moet voor het eerst in hun leven maar luisteren alleen maar. We hebben een hotel, 5-sterren hotel in Spanje, moest de directeur luisteren naar de namen van de schoonmaak. Die kreeg het woord gewoon. Ja, mevrouw, Jenny, jij krijgt nu het woord. Die begon te huilen. Ik zeg, je mag gewoon huilen, maar waarom huil je? Ja, nog nooit heeft iemand iets aan me gevraagd. Nou, oké. Okay. Als ze uitgehuild is, vraagt ze en vervolgens weet ze alles wat die directeur niet weet. We kunnen dus met elkaar gaan denken. Maar dat moet je dus heel gedisciplineerd doen. Debatten moet je gewoon overslaan. Dan kan je beter naar een boom kijken. Scrum ook. Het heeft geen enkele zin. Ja. Want de taak is om tot jezelf te komen. Ken jezelf. En er is een oefening met een boom. Probeer eens een uur voor een boom te zitten. Er zijn hier hele mooie bomen, heb ik gezien. Ga daarvoor zitten, niet te ver. En kijk een uur zonder gedachten. Nou, sommige mensen kunnen het zeggen na een uur. Het kan niet, het is onmogelijk. Nou, dan ga je nog een keer een uur doen. En op een gegeven moment schrijf je op, wat gebeurt er dan? Ja, ik krijg agressie in me, of ik haat die boom, of ik krijg de hele tijd mijn tante in mijn hoofd, of weet ik van wat. Probeer dit vol te houden, want dat is, je leert hoe je zelf in elkaar zit. Je leert van, ik ben zo bang om niet te denken, dat ik de hele tijd maar abstracte ideetjes in mijn hoofd heb. En op een gegeven moment, maar de opdracht is, dat is het hulpmiddel, probeer letterlijk naar die boom te kijken. Wat zie ik? Dan gaat dit naar links, gaat naar rechts, een lijn, een streepje, dat soort dingen. Probeer dat heel gedetailleerd te doen. En dan gebeurt er iets. Dus er zijn mogelijkheden om eruit te komen. En dat is, dan moeten we wel weten, hoe kan dat dan, dat we eruit kunnen komen? Nou, ik begon te zeggen dat we vastzitten in ons dopamine. In het brein. Die heel sterk dopamine geeft. U kunt naar de neocortex gaan, maar dan moet u dat eerst loslaten. Dan kan u pas tot uzelf komen. Maar dan moet je ook de cultuur onderzoeken, want de cultuur zegt, je bent de ratio, of je moet abstract denken, dus je moet met z'n allen gaan filosoferen. Maar als je nou daar uitkomt, dan zal je voelen van, ja, maar dit is veel beter dan yoga. En yoga, by the way, dat doen heel veel mensen. Het wordt gezegd als een soort panacee, ga naar yoga. Ik zeg altijd,
shit in, shit out. Ja, dus tijdens het uurtje ben je even heel leuk bezig. Maar als je gewoon een naar iemand bent, dan blijf je dat. Je bent even oké. Okay. Dus dat vind ik altijd heel goed, Johan, maar dat, is het diep, dat kan niet de oplossing zijn. Dat is veel dieper wat wij nodig hebben. Met z'n allen een morele cultuur maken die durft het avontuur van samen denken. En dat noemen we, David Bohm heeft een heel mooi woord voor, collective attention. Collective attention, wat we nu ook hebben, is energetisch. Dus we begonnen vanochtend met de oefening en het gaf energie. Iedereen voelde daar een beetje energie. Die energie ontstaat als je collective attention hebt. Die had je vroeger in de kerk of bij jullie verenigingen, bij bijeenkomsten. Dat is eigenlijk de essentie van de menselijke aard. De collective attention. Dus als je zegt, ken uzelf, moet je niet in je eentje in je eensgezinswoning of je één kamerwoning in Amsterdam gaan zitten. Want dat kan niet, want je hebt geen collective attention. Dus het is een soort amputatie. De tribes weten dit. Tribes hebben altijd gezegd, we moeten collectief dingen oplossen. Er zijn zelfs tribes, dan gaan ze elke avond komen mensen met elkaar, iemand gooit een probleem erin en dan gaan ze een uur stil luisteren naar iets. En na een uur zegt ze, oké, we snappen het dus. Ja, dat is die collective attention. Dat is het geheim van de menselijkheid sinds 100.000 jaar, hebben we gestopt door het rationalistische paradigma. Dat geloof in cogito ergo sum. Dat open cogito is ik. En dat is natuurlijk het meest schadelijke van die collective attention. Maar die collective attention, die kunnen we maken door dialogen, door disciplines, maar ook kunnen we gaan nadenken, hoe kan je nou samenlevingen anders creëren, waarbij mensen niet als eenlingen worden gezien, één pitten, in de Thomas Hobbes, oorlog van alle tegen alle, maar een andere architectuur maken. Waarbij mensen gewoon per definitie gewoon een collectief zijn. En als ze even alleen willen zijn, dan kunnen ze naar een hokje gaan. Dat is een hele omkering. Er was in de Biennale in Venetië, was dit jaar de Biennale over architectuur. En daar konden we hele mooie voorstellen zien van architecten om hier uit te komen. Uit deze solipsistische crisis. Maar wat heel belangrijk is dat er drie filosofen staan in Venetië. Dat zijn Wittgenstein, Adorno en Heidegger. En die laten zien, we hebben de hut nodig. Die staat daar nu in Venetië, dus nagebouwd. Eigenlijk hebben we de hut nodig om te ontsnappen uit deze gigantische, massieve verslaving. En dat lijkt een egoïstische trip, maar wat het juist is, is door die concentratie in die hut, of voor die boom, in je eentje, los van al die dopamineverslavingen, raak je... je zou kunnen zeggen, de universele menselijke ziel aan. Dat is wat het orakel van Delphi bedoelde. Het orakel van Delphi bedoelde, je kent jezelf, ga in je eentje alles doen. Ken jezelf en je ontdekt dat je zelf geworteld zit in een universele ziel. En die ziel is eigenlijk altijd het collectief. Maar niet alleen het collectief van nu, maar ook van 100, 300, 500 jaar geleden. De mensen die hier bij elkaar zitten, als we daar Socratische dialogen bij zouden doen gedurende een week, dan hebben we eigenlijk alle wijsheid van honderden jaren, komt gewoon naar boven. Want die zit in ons. Want die worden doorgegeven. Dat kan het Newtoniaans meetinstrument niet aantonen, maar de menselijke ervaring wel. In literatuur, in kunst weten we dat. Kinderen, observatie van kinderen weet, kinderen absorberen jouw binnenkant en gaan dat gewoon doorgeven. He, dus als jij... Zelf je kinderen goed wil opvoeden, moet je jezelf goed opvoeden, dan loopt het allemaal vanzelf. Wij zijn eigenlijk allemaal onderdeel altijd van onzichtbare zielen. En het punt is dat wij, willen we die hele disruptie en al die crisisverhalen van de singularity university, willen we iets doen, en zeker deze groep wil iets doen, want dat is in het wapen geschreven, wil je iets doen voor de mensheid, voor de mensenrechten, dan heeft de mens recht om contact te maken met de universele ziel, maar dan moeten we erkennen wat allemaal niet in die analyse fout is. En de belangrijkste fout is natuurlijk in ons denken en alle instituten die we hebben gebouwd met ons denken, want zolang die instituten zo blijven, blijven wij zo denken.
Dat is een circulair proces. Dus daarom dat die boom verfijnd is, want die boom, daar hebben ze niet aan kunnen komen. Die is nog steeds boom, zoals altijd. Dus met die boom maak je ook contact met een hele lange traditie van menscultuur zijn. In de kunst is dit al heel lang bekend, maar goed, het is nu zaak om dit massief uit te zetten. Rothko heeft eigenlijk ditzelfde verhaal, maar het is voor zo weinigen natuurlijk toegankelijk. De kunst is, hoe kunnen we ook al die adolescenten die nu heel verdwaasd aan hun scherm zitten, het dopamine circuit is daar exponentieel gegroeid. Er zijn ouders die geven baby's aan kinderen, peuters ook al die schermen. In de trein zag ik al peuters die eigenlijk zich al gedroegen als een peuter van YouTube. Dan denk ik, dan zijn we echt alarmfase 1. Want als deze kinderen groot worden, die gaan echt nooit meer naar die neocortex. Er is bewezen dat die neuronen groeien, ook door de ogen, door die steeds die fotonen die binnenkomen, die groeien helemaal naar dat bantaille, naar het scherm toe. Dus dat kind die vraagt elke keer weer nog meer doping. Dadelijk gaat ze zelf het suiker laten liggen voor dat scherm. Dus het is echt alarmfase 1. Wij gaan als Design Academy, we gaan gewoon door met de strijd. Maar we gaan nu in Deventer ook een lagere school beginnen voor kindertjes. Zodat ze leren vanaf hun vierde collectief te genieten van leren en denken. En we hebben het al gedaan. We hebben proefjes gedaan bij die kinderen. Die gaan dus gewoon, het kind had als vraag, wat is angst? Nee, waar komt angst vandaan? Dat is heel goed geformuleerd, een kind van 5. Toen hebben ze allemaal weer verhalen verteld naar die ouders, die hadden het niet meer. Hoe kan dat zo'n kind dat doen? Omdat ze dat nooit vragen. En omdat die collectieve intelligence, die collectieve aandacht, brengt die kinderen ook nog hun contact met de ziel. Dus we kunnen een heleboel heel makkelijk doen, alleen het is heel moeilijk, omdat die dopamineverslaving ons tegenhoudt. Dat is denk ik het belangrijkste wat ik wilde meenemen. Dus ik eindig dan gewoon met te zeggen, kom naar het dorp. Blijf in het dorp waar jullie zitten. Waarom? Een van de grootste oorzaken van al deze errors is de stad. Daar kan ik verder niet op doorgaan. Maar ik heb één iemand van de vrijmetselrijd, Bas Koors, maar we hebben begonnen met Connected Village. Dat moeten we eigenlijk weer doorgaan zetten. De meeste verslavingen is ontstaan juist in de stad. En Rousseau zei al, in de stad gaan mensen deel te kijken naar de ogen van de anderen. Waar gaan die naartoe? Dus terug naar het dorp, terug naar de collectieve attentie. En eigenlijk zou ik willen zeggen, gaat heen en verbindt u. Dank u wel.